Hallo allemaal, Almas Slikkum hier en dit is een filmpje van de Haruna, de Arpeggio Haruna. Dit moment zijn er missions die je kan winnen en dan moet je heel veel dingen in de vuur zetten en kapot maken en weet ik het allemaal wat. En dan krijg je eerst een commander, daarna een schip en er zijn nog wel wat, even kijken hoor. Want ik zit nu op de Sisters of the Fog, dat is diegene en als je deze haalt moet je 2 miljoen HP of damage doen en dan krijg je als volgende de Arpeggio. Dat is dus nog zo'n ding. En ja, ze zijn de Arpeggio een beetje aan het uitbreiden. Ik weet niet precies waarom. Ik zie niet echt de toegevoegde waarde. Maar ik heb het idee dat ze de Japanse spelers willen pleasen. Nou, doe dan ook iets voor onze Nederlandse spelers. Maar goed, dat is wat anders. Deze heb ik gewonnen. Dus ik heb de commander die erbij hoort erop gezet. En even het schip kijken. Ik begreep van LTPW dat het op basis is van de Congo-klas. Dus ik heb de ARP Congo en de Haruna, die zitten hier naast elkaar. En zoals je ziet, het plaatje is exact hetzelfde. Dus ik ga even op zoek naar de verschillen. 54.000, 154.000 en 100 puntjes. Artillerie is 79. 79A, die zijn, is 34, 45 en 29. 34, 45 en 29. Dus dit is eigenlijk gewoon hetzelfde schip als de ARP Congo. En natuurlijk dan ook als de normale Congo. Die heb ik niet meer. Dus die kan ik niet eventjes vergelijken. Dus ja, in plaats van dat een paarse tribal erop zit, hebben we nu een gele. En dat is eigenlijk het verschil. Tuurlijk gaan we er even mee spelen. Even kijken of er nog iets erop te zetten valt of wat ik nog heb. Aangezien ik een beetje low in de cash zit vanwege dat ik gisteren de Yamato voor 20,8 miljoen heb gekocht. En daar ook 2 keer mee verloren heb. En dat kost je lachend 300 credits per keer. Wat willen we erop hebben? Natuurlijk main battery modification. Die nemen we er eventjes mee. Dan Gunfire Control System Accuracy. Jouwe zetten we erop. En de laatste zal inderdaad Damage Control System worden. Die laat ik even voor het is. Genoeg geld uitgegeven. Maar in ieder geval, de Haruna is hier. En daar gaan we even een potje mee spelen. Gewoon om te laten zien dat hij hetzelfde vaart als de ARP Congo, de Arpeggio Congo en waarschijnlijk ook de normale Congo. Dus ik ben zo bij jullie terug. Hoi hoi! En daar zijn we weer. En mijn camera gaat in één keer aan. Ik heb er nog steeds ruzie mee. En eigenlijk op dit moment niet al te veel zin om dat helemaal te gaan uitzoeken. Waarschijnlijk komt erop neer dat ik of een nieuwe camera moet kopen. Of dat ik mijn computer opnieuw moet installeren. Nou, dat laatste al helemaal niet. Maar goed, dat even terzijde. Goed, we zijn onderweg naar de oostkant. En het voelt en vaart eigenlijk inderdaad als een Congo of als de Arpeggio Congo. En dat rijst me bij de vraag, wat is eigenlijk het hele voordeel van deze schepen? Het is leuk dat je het kan winnen. Dat misschien. Maar weet je, als ze bijvoorbeeld deze iets anders qua sterkte had gemaakt, bijvoorbeeld betere AA of misschien meer range of juist minder range, meer concealment, weet je, dat soort dingen dan bijvoorbeeld die Arpeggio Congo die ik al heb. Maar dit is gewoon een Arpeggio Congo, maar dan in het geel. Meer is het niet. Dus leuke wargaming dat je dit kan winnen. Er komt er nog een aan. De Oriai of zo, weet ik veel hoe dat ding heet. En ja, ik heb het idee dat dat weer een afgeleide is van de Arpeggio Miyoki. Miyoko, sorry. Die ik dan niet heb, want die heb ik nooit gehaald. Maar ja, ik zie hier niet echt het voordeel van is. Nou, het is leuk, het is geel. En that's it. Maar we gaan even een potje knallen. En ik heb in ieder geval nu 2 tier 5's voor de mensen die meespelen. Die wat lager zijn, heb je in ieder geval wat om mee te knallen. En daar is een Minikaze. Natuurlijk, Florhoop. Toch even een blind shot. Je weet het maar nooit. Atsikide incoming. En net eroverheen, erlangs, weet ik veel wat. Die Minikaze die gaat uit zijn smokescreen. Dat moet je natuurlijk niet doen.
Dan krijgen we behoorlijk wat klappen. 30 seconden reload time, dat is hetzelfde als in die Arpeggio Congo, et cetera. En daar is de normale Congo. En zoals je ziet, die heeft 54.100. En dat heb ik natuurlijk ook. Eerst die Furutaka maar eens eventjes proberen neer te maaien. Line-up. Oh, ja. Het Japanse geschreeuw is natuurlijk ook weer... Hatsiki Day, 11.000 damage, want dat deed de Congo natuurlijk goed. De Japanse dame die er tussendoor hoort, Blair, die vertelt me nog eventjes vrolijk dat ik penetratie heb gehad. Gok ik, want ik deed een Citadel lid en dan hoor je dat 9 van 10 keer in, in de Amerikaanse versie ook. Dus ik gok dat ze dat tegen me zei. En daar is die Congo, ligt een beetje ver, 18 kilometer. Nou, daar gok ik ongeveer. En als andere mensen nou zich even druk gaan bezighouden met die minikaze, hoeven we daar niet zo bang voor te maken. Kijk eens. Precies op lijn. Iets, hij is iets ingedraaid, maar toch twee hits. Nou, 2000 damage. Maar goed, slecht is het allemaal niet. Daar is die Furutaka. Die gaat er als een haas naar door. En er gaat er één door het midden heen. Kan ik daar nog een klap op schieten? Laten we het hopen. Ik ga even een beetje engelen. Want anders zit ik namelijk tegen die... Hoe heet het aan? Kijk eens. Twee hits, geen damage. Is toch best knap met zo'n kaliber, vind je niet? En dat is wel een beetje een probleem aan het worden. Geen idee wat ze zegt ondertussen. Daar is in ieder geval die Congo, die draait ook om... dus ik ga denk ik hetzelfde doen. En dan kan ik hem met een beetje geluk de pas afsnijden. Ze gaan allemaal door het midden, jongens. Ze gaan proberen. Wat zijn ze aan het doen? Oh, ik draai iets te ver rond. Even kijken of ik hem wat schade toe kan berokkenen. En dan ben ik ook omgedraaid. Hartstikke idee. Man, wat is dat ding toch inaccuraat. Moet ik wel voorop passen, New Mexico. En ook daar natuurlijk die Congo die eraan komt. Ik ga in ieder geval omdraaien. Nou, één hitje naar die Mariebor. Hij loopt iets bij me weg. Hoppakee, ik kan natuurlijk niet full broadside nu. Want de andere achterste kanonnen zijn nog aan het draaien. 1020 in damage. En daar is de eerste al. Ik moet eigenlijk een beetje blijven bewegen. Maar dat doe ik niet. Oh, wat slecht. Je moet wel op blijven letten, Slik. 11 kilometer is gewoon een fantastische afstand om hem neer te knallen. Nou, die Congo kan heel slecht mikken in ieder geval. Dat is mijn geluk. Oh, en daar komt heel veel torpedo's af. En die haalt het niet. Eén hit had ik net nog. Ja, dat haal je de koekoek dat ik vast kom te liggen. En nou ben ik voor die... Up is achteruit. Want die minikaas die gaat ongetwijfeld proberen mij damage te doen. Mis? Hoe krijg je hem eroverheen? Jullie zagen het, jullie zijn getuigen. Ach, wat is dit toch af en toe bedroevend, jongens van Wargaming. Nou, huppakee. Twee hits, 3366 damage. Ik blijf maar eventjes achteruit varen. Kom op, eerst vooruit. Je kan het. Nu Mexicootje. Waar komt hij eruit? Hopsakee. Gas op die lolly. Nou, die gaat veel minder hard dan ik dacht. 4500 damage weer. Nou, ik moet nu wel gaan opletten. Ach, wat is die rode snelheid toch langzaam. Ik moet ook eigenlijk meer gebruik maken van de E in de Q-knop. En dat wil ik nog wel eens vergeten. Incoming weer. Volledig omheen. Heel mooi.
7 seconden. Hartstikke idee. Eventjes base defenden. Want dat is wel nodig, zie ik. Kom op. 8772 damage. Daar is die Furutaka. Ik kom eraan. Een van de weinige keren dat ik het zie werken namelijk. Daar is een Mayhem. Nou, daar heb ik met mijn AP eigenlijk helemaal niks aan. Maar goed, het is beter als niks. Kom op. Hoppakee, toch weer een aantal hits en de base defended. Maar ja, ik weet niet hoe ver de torpedo's van de Mayhem komen. Maar het bevalt me niks dat die ze heeft. 7,7 kilometer. Die New Mexico heeft ook geluk. Kom op jongens. Val aan. Hoppakee. 1 is een bas, 2 is een bas. Kom op. Hij blijft er gewoon rechtdoor varen. Ja, moet je doen als je beschoten wordt. Hartstikke idee. Dat is die. En dan gaan we ons concentreren op die New York die daar ligt. Ik snap ook niet waarom mensen dit doen eigenlijk. Door het midden op deze map. Is gewoon ongelooflijk onverstandig. Het is jammer dat... ik heb het gemeld, maar niemand die reageerde erop. Hoe gaan die? Die gaan redelijk voor hem langs. Dus je kan wel ietsje dichterbij knallen. En dit is een mooi schot. Kom op, eerste barst. Hartstikke idee, Citadel hit. Bijna 12.000 damage. Maar normaal ligt er eigenlijk altijd wel een torpedobootje daar in de buurt. Ja hoor. Succes. Wat een briljant iets om te doen. Hier zien jullie jongens, doe het nooit. Doe het nooit. Hoe groot de verleiding ook is, ga nooit door het midden. Oh, en ik draai precies goed voor hem bij. Daar is die Congo. 10 seconden. Daar komt een mini kaas aan. Knallen jongens. Even kijken waar mijn schoten heen gaan. Nou, die liggen redelijk goed. Hij draait een beetje weg. En er gewoon compleet omheen. Dat is toch best knap, zou je zeggen. Hè? En nou, die 30 seconden afwachten. We staan redelijk achter nog. Dat is op zich best gek. Maar ik heb nog genoeg health. En hij moet hem stilgooien. Oh, wat een fantastisch moment. Kom op, vol is de bast. Huppakee, zinken met die handel. Oh man. Hoe krijg je hem eromheen? Hij is ook niet, hij is wel zichtbaar. Ja, blijf hem volgen. We komen eraan. Twee hits, base defended. En dan moet ik wachten voordat ik voorbij dat scheideiland ben. Voorbij het vervelende eilandje. Hè? Hij zit in de smokescreen, maar dat mag niet uitmaken. Oh, alsjeblieft, doe eventjes hem. Kom maar. Waar ligt hij? Kom op met je dingen. Nou, dan moet ik er zelf maar naar doen. En dat gaat waarschijnlijk pijn doen. Ik weet niet of hij zijn torpedo's al gelost heeft of niet. Dus ik ga alles bewaren totdat ik zeker weet waar hij naartoe gaat. Ik ga er gewoon recht op af. Dat is vaak het beste. Aangezien de CV het even te druk heeft met spotten. Gewoon er recht op af. En een beetje blijven bewegen. Kom op. Spot hem, alsjeblieft. Hij moet hier ergens liggen. Kijk, dat bedoel ik. Geen damage, ik kan mooi een klein stukje wegdraaien. Een klein stukje, zeg ik. Waar is die hufter? Hij moet hier toch ergens liggen, zou je zeggen. Als je kijkt waar die torpedo's vandaan komen.
Maar ze kunnen hem blijkbaar niet spotten. Zo goed zijn die smokescreens. Maar nu toch ergens wel juist. Hoppakee, come on. Hartstikke idee. Maar hij heeft wel zijn torpedo's het water ingeladen. En ik reageer gewoon te laat. Eerlijk is eerlijk, ik reageer veel te laat. Ik moet er sowieso denk ik één pakken. Of kan ik er omheen draaien? Nee hoor. En nu moet ik wel draaien. Dus ik ga mijn kanon omgooien. Het is wel een lang potje, is langzamerhand. Ja, we staan iets achter. Maar dat hoeft niks te betekenen. Waar liggen zij? New Mexico en een Congo naast elkaar. Maar ik heb natuurlijk de arpeggio Aruna. Heel. Maar kijk, die gaan echt gigantisch onder vuur genomen worden hoor. Die New Mexico is eraan. CV doet echt goed zijn best. En ik ga maar blijven draaien, want ik zie alweer... Oeh, dat is mooi. Torpedo's aankomen. Oh, wat is dat voor eikel die mij onder vuur neemt? Torpedo's gaan op dit level niet zo heel hard. Dus met een beetje geluk hoef ik er maar één te nemen. Nee, er worden er toch twee. En als ik niet ver genoeg doordraai, dan krijg ik er zelfs nog drie op mijn kanarie. Waar ga jij heen? Ik draai in ieder geval door, want ik ga die ARP Miyoko eens eventjes op safari geven. Oh, die ging niet zo hard als ik dacht. Ja, ik weet het. Ik weet toch allemaal aan het oude hele mens. Weet ik waar je het over hebt. Ja, ik sta in de fik. Yo. Meen je niet? Kom erop. Moet ik wel even goed mikken. En weer in de fik. Ach jeetje, wat is dat toch irritant. Kom op. Vol op zijn barst. Er omheen. En ik ga het niet overleven op deze manier, kan ik je vertellen. Ik ga het niet overleven op deze manier. Kom op. Hoppakee. Ik ben bijna de pijp uit, dus als ik nog even... Oh, een schot kan lossen. Kom op. Ah, net niet. Net niet. Oh, hij heeft nog 1428 over. Oh, wat is dit balen. Wat is dit balen. Maar goed, ik heb mijn best gedaan. 39 hits, 3 citadels, 3 keer base, 2 gezinken en ik heb Confederate. Wat was dat ook alweer? Damage at least 6 enemy ships met 20%. En dan krijg je ook weer mooie vlaggetjes van. Goed. En helaas heeft die Miyoko ons ook te pakken gehad. Dit gaan we in ieder geval niet winnen. Goed, nou, de ARP, dus de Arpeggio Aruna. En ik zie echt niet het voordeel van. Het is net zo leuk als de rest, om het zo maar even te zeggen. Bedankt voor het kijken, vind je mijn filmpjes net op. Druk even op die duim omhoog knop als je wil. En wat ik helemaal tof zou vinden is als je lid wordt van mijn YouTube kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle filmpjes, bla 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 bla. Op Twitch kan je me ook vinden onder de naam Ome Slikkum. Op Twitter kan je me vinden onder de naam Ome Slikkum. Dus eigenlijk zoek op Ome Slikkum en je vindt mijn halve leven. En heb je vragen, kan je ze stellen in de comment sectie. Dan zal ik daarop terugkomen. En voor nu, tot de papazie. En tot de volgende keer. Hoi hoi!